Sjoelassietje. Gaan we gelijk beginnen met de Sjoelas. Hey, het is maandag, 7 uur 's ochtends, op de parkeerplaats. Kostte mij vandaag wel iets meer tijd om hier te komen. Ik zag dat heel veel andere mensen ook dachten: focus is goed, oh, focus is goed! We gaan om 5 uur 's ochtends op de parkeerplaats aan, dus scoopen! Het is een pompapparaat, hè? Er zit vrijwel geen cafeïne in, alleen het groene thee. Dat kun je verwaarlozen. En dan hebben we een V2'tje. Kijk, die loopt cafeïneweekje. Zo, een halfje. En de beuken, er zit niet zo heel veel cafeïne in per scoop. Oh, we hebben heel veel citrulline. Dan doen we zo. En dan hebben we een heel mooi apparaat met pak en beet. 300 milligram cafeïne. 250, 300 milligram. Pak en beet. Even uit de losse pomp. En dit is de enige cafeïne die ik neem op de dag. Ook zeker anderhalf uur nadat ik wakker ben. Ik ben dus al anderhalf uur wakker, ja. Ah, dan mag het best lekker zijn, dan hoef je geen koffie voor te drinken, hoor. Mensen denken dat koffie lekker is. Hoe kan het zo lachen? Koffie lekker, hè? Nooit. Cappuccino is wel lekker. Ja, cappuccino is wel lekker, ja. Maar dat is niet echt de koffie, toch? Hey, als ik ergens koffie bestel, dan bestel ik dat. En dat doe ik zelden, maar dat doe ik voor de cafeïne. Of dat doe ik bijvoorbeeld als ik bij de Eiffeltoren daar zo zit, weet je wel. Even zo'n koffietje voor 10 euro. Ik krijg zo'n klein kut espresso. Dat is lekker. Dan is die lekker. Maar ik neem altijd een dubbele espresso. En dan wacht ik totdat die koud is en dan drink ik het zo in één keer op. Eén slok, wegwezen. Ik vind het helemaal niks, dat koffie. Vroeger moest ik ook wel eens in de bouw werken. Ja, pak een koffie voor de vieze scheid. Koffie, weet je wel. Elke ochtend die mannen met die koffie. Op een gegeven moment nam ik gewoon scoops mee. Zeg hier, neem even een scoopie. Dat is wel lekker, hè? Oh, het is hier ook lekker, zeg. Hey, het is 7 uur, hè? De zon die komt er bijna op. Dan stop. Even het licht aanschouwen. Kijk, stel je bent toch al wakker, hè? De mensen die dus moeten werken of weet ik veel wat ze moeten doen. En je bent binnen. Het gaat, zeg maar, niet door je raam heen. De fotonen die je in je ogen moet hebben. Voor je dag- en nachtritme. Dus wat doe je is gewoon eventjes een moment voor jezelf nemen en doe dat met je bakje koffie dan, Johan. Dat vind ik helemaal goed. Gewoon met je bakje koffie doe je gewoon eventjes je ramen open. Of je gaat gewoon eventjes naar buiten in je tuin. Of op je balkon. En anders heb je echt veel pech, denk ik, als je het niet anders hebt. Nuttig je gewoon lekker je koffie of je andere cafeïnehoudende drankje. En dan kijk er gewoon even dus om je heen van, hey, wij zijn hier op aarde. We mogen deel uitmaken van deze planeet. In een heel klein stukje tijdsbestek. Het is zeg maar, dit is 80 jaar. Eigenlijk is dit 80 jaar, maar goed. Even voor de duidelijkheid, dit is 80 jaar. En je moet niet denken dat je oneindig bent hier. Dat zijn we niet. Ons hele leven zijn we bezig met iets najagen. Terwijl je vergeet te leven. Denk daar maar eens over na. Hoor je dan in één keer weer de voorhoofdskarrekiekie, hoor je fluiten. Ja. En dan beginnen we toch wel een beetje te kriebelen al, hè? Het wordt al bijna lente. Gisteren, jongen, 16 graden, hè? Ik, 16 graden zon, bij mij daar in die tuin met die tegels en zo. Boah, het wordt gewoon op een gegeven moment wordt het gewoon te heet. Kun je het geloven? Dat is echt zo. Hé, Lloyd? Je kan niet geloven, hè? Ik zat in die tuin, jongen, ik zat helemaal weg te bakken gewoon. En dan doe ik een podcast op en dan ga ik, dan zijn de kinderen even weg met Dionne. En dan heb ik gewoon even helemaal niks. En dan hoor je dus die vogels en het ding en de voorhoofdskarekiekies zo in de tuin. En dat, ja, dat is gewoon weer een positieve helftje van het jaar. Daar gaan we nu weer bijna in. En hebben we al die focusseizoendagen hebben we allemaal erin in geïnvesteerd. Ja, en dan ben je gewoon straks helemaal ready. En Lloyd straks ook. Zeker. Hè? Huh? Ja. Zelfs Lloyd, die dus zijn hele bicep even afgescheurd gewoon. Er zitten pinnen weer in. Die is gewoon straks klaar. Zomer is natuurlijk wel 21 juli, hè, pas. Juni, sorry. 21 juni. Straks 21 maart is het lente. Ja, dan moet je al gewoon naar de Rio Padel Club kunnen in Marbella, ja, toch? Van niet nooit. Zo, we zijn Dubai geweest. Konden we niet alles filmen, hè? Nee. Nee, we konden niet alles filmen, hè? Ook dit niet, hè? Nou, ja, er is een verstand wel op beeld, toch? Ja, maar niet alles, hè? Ja, ik heb wel mooie beelden gemaakt. Met een goede mate. Hier, kijk. Dit zie je dan 's ochtends. Andere kleuren. En dat is mooi. Dus als de zon opkomt, moet je zorgen dat je die fotonen dus in je ogen krijgt. Maar ook dus als de zon ondergaat, moet je dat proberen. Dan is je lichaam helemaal weer op deze aarde aanwezig. In plaats van jouw virtuele anus via computer. Wat ik me nu al afvraag is, wat doen gasten van, ik hoop dat gasten van 20
de gym ingaan. Ik ben nu 35, hè? Ik kom echt letterlijk uit de jaren 80. Dus ik moet heel veel dit soort dingen wel eens gaan vragen. Gewoon. Wat doen gasten van 20? 20, 25. Wat doen jullie nu? Keihard werken, trainen, goed eten, goed slapen. En wat is dan je schermtijd bijvoorbeeld op je telefoon? Of is dat dus gewoon echt, ja, ik weet niet man, dit. Ja, ik ga een beetje trainen. Ja, een beetje gamen toch, je weet toch bro. Een beetje werken, ja werken. Hoe zou ik werken, weet je wel. Ik kwam bij mijn ouders, ik kan geen huis kopen. Wat is het? Ik ben benieuwd. Eén ding is wel, kijk. Iedereen loopt allemaal te roepen van, hey, het is allemaal moeilijk en dit en dat en zus en zo. Maar ik heb wel het idee dat het de meest makkelijke tijd is om serieus geld te verdienen. Gewoon. Je hebt nog nooit zoveel middelen gehad om iets op te zetten wat alleen jouw tijd kost, bijvoorbeeld. Dus dat je bijvoorbeeld gaat kijken op YouTube, hoe de fuck maak ik AI-filmpjes? Hoe ga ik een website bouwen? Hoe kan ik een geautomatiseerd YouTube-kanaal maken zonder mijn gezicht? En hoe kan ik een dropshipper worden bijvoorbeeld? Al die shit kan je nu in overvloed gratis aanleren. Je hoeft het alleen maar te doen. Ik zie echt geen probleem om bijvoorbeeld iets van 1000 tot 3000 euro te verdienen met wat ik net heb opgenoemd. Daar zie ik helemaal geen probleem in. Als jij gewoon 100 uur bestudeert in een onderwerp, wat helemaal niet zo heel veel is. En zeker niet als jij dus met je reet de hele dag niks zit te doen. Op de zolderkamer van je moeder. Dan kan je best eventjes jezelf een onderwerp aanleren. Het minste wat je kan investeren is dat gewoon. Op dit moment. En je moet het ook gewoon doen. En het kan allemaal vanaf die fucking zolderkamer. Waar je toch al zit te rukken. Het is nog nooit zo makkelijk geweest. Besef even dat je, nou ja, nog in de jaren 90 zelfs. Als jij een bedrijf wilde beginnen. Ja, dan had je van alles nodig. Je had een pand nodig. Bijvoorbeeld een winkel. Je had een winkel nodig. Je moest huur betalen. Je moest verbouwen. Je moest je eigen verf. Je eigen huisstijl erin bouwen. Letterlijk bouwen. Dat kostte al zo 100.000 gulden om te beginnen. Je kan nu beginnen met niks. Letterlijk met het vakkenvul geld kun jij nu je eenmanszaak oprichten. Het is nog nooit zo makkelijk geweest. Je kan het doen naast je school. Je kan het doen naast je normale werk. Je kan het doen op de zolderkamer van je moeder. Het is, je kan iets doen wat je leuk vindt zelfs. Hey, je hoeft niet eens naar buiten. Je hoeft niet eens naar buiten. Je hoeft alleen naar buiten om even het zonlicht aan te schouwen. Maar voor de rest kun je alles doen vanaf je fucking telefoon. Dat is altijd al voor mij een soort van droom geweest. Ik wilde altijd technologie gebruiken om, zeg maar, anywhere, anytime iets te kunnen doen aan mijn bedrijf. En dat zo, zeg maar, organiseren dat het ook kan, want dat kan natuurlijk niet zomaar. Dan moet je natuurlijk wel eerst een heel team bouwen. Ik heb natuurlijk alles in het begin helemaal zelf gedaan. Vanaf mijn laptopje en editen en coaching en klantenservice en al die shit heb ik allemaal zelf gedaan. En op een gegeven moment kan je een heel team bouwen. En dan kan je dus gewoon vanaf je fucking telefoon, nu heb ik 3 telefoons zelfs. Ik heb de nieuwste iPhone, die heb ik, maar die gebruik ik gewoon niet. Omdat ik mijn spullen niet goed kan overzetten. Omdat ik gewoon niet meer weet hoe het werkt. Ik ben zo anti-technologie geworden, dat ik gewoon niet meer weet hoe het werkt. Voel ik me net een bejaarde. Ik heb de nieuwste laptop. 1 keer op gezeten. Teams meeting. En heeft Dionne dat allemaal nog voor weet ik veel waar dat allemaal staat. En Lloyd, dat was jij nog bij ook toen. Ik heb de nieuwste, de beste spullen. Ik denk, ik ga nu de nieuwste laptop dit, de nieuwste telefoon dat. En dan ga ik in mijn eentje op Tenerife en dan kom je daar. En denk je, dat ga ik helemaal niet doen. Ik ga gewoon letterlijk uit een fysiek boek lezen. Want ik trek het ook niet op zo'n tablet. Ik lees gewoon een boek. Want ik wil erin schrijven, ik wil erin scheuren. Ik wilde dat de proteïnerepen ertussen vallen. En de olie van het insmeren. Dat is wat ik wil met een boek. Zo moet een boek ruiken, eruit zien. Ja, dat kwam in één keer zo uit het ski was het je zo. Goeie mate, op de maandag. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om te ondernemen. Jullie hebben allemaal gigantisch veel tijd. Wij leven in Nederland, hebben best extreem goed voor elkaar. Alex Amosi, die had het gepost. De grootste factor voor succes is de plek waar je bent geboren. Het is niet wie je ouders zijn. Het is niet hoe je eruit ziet. Het is waar je geboren bent. Waar je woont. Waar je mee optrekt. Waar je van kan leren. En het begint met op je zolderkamer 100 uur te stoppen in een onderwerp. 100 uur stoppen in het kijken van video's over Bitcoin. 100 uur stoppen in het kijken van video's over hoe de fuck ik een website maak. Elk dingetje afstrepen. Jezelf. Het is nu belangrijker dan ooit dat je zelf studie doet trouwens. Wat denk je dat jouw studie nu voor waarde heeft met de komst van exponentiële supergroei van AI en andere technologieën?
Wat denk je dat jouw opleiding vandaag voor impact heeft? Behalve dat je leert rekenen, schrijven, jezelf presenteren. Dat is denk ik wel een belangrijk ding dat je op school leert. Dat je dus presentaties geeft. Dat je kan praten. Dat je bijvoorbeeld zoals ik nu kan praten op een camera. Dat zijn allemaal dingen die leer je eigenlijk onbewust ook op school. Sociale interacties. Maar wat gaat jouw studie doen? Als jij bijvoorbeeld in de IT zit nu, dan moet je denk heel anders gaan kijken naar IT. Je moet gaan leren vraag stellen tegen een rechterhand. En die rechterhand is jouw AI. Die moet je weten in te schakelen. Maar de rest is allemaal bullshit op dit moment. Want het gaat zo ontzettend tyfus hard. Dat ik zelf als ondernemer, ik vind het een leuke periode, maar ook een hele spannende periode. Want je weet bij God niet waar je nu moet beginnen met AI. Het is aan alle kanten. Ik ben in elk geval wel, ik zit daar gewoon heel diep al in met het studeren ervan. En het klein beetje alweer toepassen. En het voordeel ervan is dat iedereen het zou kunnen doen. Dus of je nou een grote of een kleine onderneming bent, iedereen zou het kunnen toepassen op dit moment al. Het hoeft niet heel veel te kosten. Maar wat jij nu leert op school, ja, zeg het maar, ik denk dat het over 5 jaar, 10 jaar, compleet anders eruit ziet allemaal. En dat school echt het eerste is wat achterloopt. Zelfstudie, jongens. Laatste waarschuwing. Zelfstudie. YouTube. Elon Musk zegt het ook. Je kan op YouTube kun je alles leren wat je wil. Alles leren wat je wil. Je moet alleen wel het juiste gaan vinden. Mijn algoritme staat helemaal vol met shit waarvan ik leer. En niet met bullshit. Het is leuk dat je ernaar kan kijken en alles. Maar daar leer je natuurlijk niks van. Je moet je algoritme trainen dat je er iets van kan leren. En dan moet je alsnog de persoon even checken of dat wel legit is. Want er zijn heel veel internet gurus over elk onderwerp te vinden. Alleen er zijn heel veel die bullshit lullen gewoon. Of te veel aan één kant neigen te gaan gewoon. Dus dat ze een beetje bevooroordeeld zijn. En dat kan ik ook zijn, want ik verkoop ook mijn supplementen hier en alles. Maar ik praat niet eens over mijn supplementen. Snap je? Ik zeg gewoon, hé, ik maak mijn skiwassertje, ik doe een beetje cafeïne en het is lekker. Maar ik zeg niet, oh, dit is het beste product, dit is het enige product, dit moet je gaan nemen. Het is het enige wat clean is. Daar ben ik niet eens mee bezig, jongens. Dat is allemaal bullshit. Iedereen kan een potje verkopen, wij verkopen hier jou dit. De lifestyle. Dat je gewoon letterlijk, bam, een digitale slap voor je gezicht krijgt. Dit is mijn weg en die ga ik nu bewandelen. En ik ga fucking succesvol worden, zowel in de gym als buiten de gym. En we gaan voor goud. Goed lekker. Ik bestudeer dus helemaal niks met wat ik hier vertel, hè. Maar die shiwasser, hé. Dat lijkt wel gewoon Limitless. Van de film Limitless. Dat je even een paar, hè, zo'n heel ding op drinken. Bam! Je hele hoofd stelt zich open voor de nieuwe ideeën. En wat gaan we allemaal doen? Dit en dat. Het is helemaal, wow! Wow! Shiwasser bitter! Ja, dank u! Oh, stop! Oh! Het is een fast scoop, mate. Sorry. Wow, 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 dat kan dus gewoon. Hey, als je even wilde weten of dat komt, dan kom. Kan je door de achterramen de auto in en de auto weer verlaten? Ja, dat kan. Een klein beetje van de smaak. Hey. Ja, nee, ik voel hem niet echt vandaag. Nee. Hey. Daar moet je ook eerst een scoop nemen, lul. Ja. Dan voel je het wel, hoor. Ga mij ook eens even die VN, joh. Hier. Ja, jij bent toch cafeïne dealer? Ja, ik heb niet zoveel cafeïne. Hier, maar hier zit niet zoveel cafeïne. Maar er zit wel wat cafeïne in. Zo'n half scoopje. Dag maandag, dus pakken we even een check. Zo, daar zijn we pas wakker. Niet eens goed.
dit is dus echt het maximale uit de set halen. Ik moet ook even eerlijk bekennen, ik voelde me helemaal niet goed net. Totdat ik deze sets ging doen, dan pomp je toch een partij bloed door je hele lichaam heen. Dan krijg je die pomp en dat geeft je letterlijk het gevoel van... We zijn weer op deze planeet. Dus gewoon de gym in, warm worden en even die pompsetjes erin klappen. Johan. Oké. Ik heb even die klemmen erop, want ik pak die rug zo dom zwaar altijd. En vaak, 3 keer per week. Ik kan mijn rug dus gewoon makkelijk 3 keer per week trainen zonder problemen, behalve dus hier. Ik pak deze klemmen, dan kan die rug nog groter groeien. De arm eruit getrokken wordt hoor. Ik kom zo. Nu gaan we echt die dingen testen. Dan houden we echt het hele pakketje erop. Lekker. Totaal geen pijntjes hier nu van het knijpen. Stop. Kleine Max met zijn Ajax shirtje, die heeft al even zijn topset gehad. 200 kilo keer 3. Squatten, 17 jaar. Wat nu dan? Hoe moet ik back-off zetten? Dus dat is gewoon minder gewicht. Het gewoon gemakkelijker gaat, is nu 160 keer 3. Fijne maandag. We hebben hier een probleem. Deze voel ik. Dus die moeten we even heel rustig gecontroleerd doen en eerder stoppen. Ik kan me door die pijn heen gerammen met deze. En dan lig je er zo maanden uit. Ik lig gewoon maanden uit met de benchlord. Sinds december sowieso al. Dan kun je er onderaan, joh. Wat wel heel belangrijk is voor spiergroei, zeker als je dus natural traint of überhaupt het behoud van spiermassa, is dat je gewoon wel continu elke set zo hard gaat dat je niet meer een rep kan doen. Misschien 1 rep, 1 herhaling, maar niet dat je nog 5 of 6 herhalingen kan doen. Dat is het verschil tussen winnaars en de 88ste plek. Hey, maar binnenkort in Pala, ga je mee hè? Jij moet rijden namelijk. Ja, ja. Zal ik even een beetje rubber laten ruiken? Ja, 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 die Impala moet nog een beetje voorzichtig mee. Ja, ja, ja. Die heb ik al 2 jaar uit de running, omdat ik de kartenpan eraf heb gekregen. Van te maken. Dus ga nu met je reet van die bank af en stop met die klauwen in die kastjes en ga de gym in. Voor goud! Hey, ja, kijk, daar heb je er een. En dat is de fast boy van de Netherlands. Hey, it's me. I'm the fast boy from the Netherlands. I saw the news this morning, hè?
50% van de mensen zijn te dik. Ik heb mijn sportschoenen aangetrokken, ik ben gaan hardlopen. Hé, hey. Hey, is dit Jori bij me? Heb je een scoopje voor mij te vallen? Oh ja, ik had een scoop voor jou, man. Wow! Hé, ik kan hem even door. Hé, hij is heel lelijk, mijn vriend. Hij is heel lelijk. Hier, heb je er nog een? Kom er nog een. Oh,